Ik zou CEO aanraden als je om meerdere redenen echt geïnteresseerd bent in verandering en wat is verandering. Dan krijg je daar een enorme bibliotheek aan wat dat is. Niet alleen bibliotheek in de letterlijke zin van het woord, maar ook figuurlijk. Omdat je daar de top van Nederland binnenkrijgt die daar in verhalen over vertelt. Daarnaast doe je dat samen met een club andere soortgelijken. En dat is iets wat enorm stimuleert. En wat op een gegeven moment ook kan dienen als een eilandje van reflectie. Waar je steeds weer ophopt en om terug te gaan in je eigen context. En dat is een hele mooie, heel mooi concept. En daarnaast is het ook iets wat kan passen bij je eigen vraagstuk in je eigen praktijk. En dat was voor mij in ieder geval ook heel duidelijk het verhaal. In die tijd moest ik een grote bezuiniging op mijn twee afdelingen voor elkaar krijgen. Tegelijkertijd was er een fusie aan de gang. En ik heb die twee paden eigenlijk gezien als opdracht en te weinig als vraagstuk. En dat zorgde voor conflict voor mezelf. En dat heb ik met CEO proberen aan te gaan, dat conflict. Daarnaast is CEO voor mij nog veel meer dan dat. Maar daar heb ik in ieder geval heel veel in gevonden om het dus te gaan omkatten naar een vraagstuk. En het te zien in het grotere systeem en hoe je daar dan mee kunt omgaan. Daardoor heb ik me dus kunnen bewegen van knecht van de opdracht naar eigenaar van het vraagstuk. En ben ik in de positie gekomen van de regie. Dus ik kan anderen meenemen in het vraagstuk. En dat is iets wat enorm veel potentie heeft. Dat heeft het perspectief op verandering voor mij opengeknald. En dat was iets waar ik eigenlijk alleen maar mee aan de slag wilde gaan. En dat was op de oude werkplek wat lastiger. Dus daarom ben ik naar een nieuwe werkplek gegaan waarin dat volledig tot uiting kon komen. En de zekerheid om die stap te maken met de bagage die CEO daarin heeft aangebracht, ja, dat heb ik zeker een stuk aan CEO te danken. Ik heb een eigen organisatieadviesbureau opgestart en dat heb ik samen met twee anderen gedaan, omdat ik vanuit die organisatie echt volledig mijn eigen ding wilde gaan doen binnen verandering. Omdat ik mijn eigen signatuur daarin zo duidelijk had kunnen ontdekken, ook via CEO. En dat wilde ik voor mezelf gaan oppakken. Wij willen het verschil maken binnen het maatschappelijk vraagstuk. En dat willen we niet zozeer doen door de oplossing daarvoor te verzinnen, als die al mocht zijn. Maar vooral door de verschilmakers die daar nu in zitten en zich daarin bewegen, om die te ondersteunen en om die krachtiger te maken. Dat is onze focus.